Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 1 april. En toen Agneta laatst een foto liet zien van haar nozen met onze blouse, dachten we, dat is grappig. Die zetten we op 1 april op de Facebookpagina. Er is namelijk nog helemaal niks aan de hand met onze blouse. Ik zal jullie haar laten zien. Kijk, daar staat ze. In de stal. Goedemorgen. Geen veulen. Gewoon nog een dikke buik. En dat is maar goed ook. Want ze is pas eind april uitgerekend. Later meer. Doeg. Waar ben je? Kijk, nog gewoon dikke buik. Je hebt net lekker ontbeten. Hè? En ik ga je buiten zetten. Tot later. Ga je mee naar de wei, Bloes? Gaan we eerst halsetje aan doen. Zit hij nog wat te eten? Hè? Nee, die is weg. Ga je mee. Charlie helpt ons. Ho, ho. Even het wijtje open doen. Je hals eraf. Zo. Kun je lekker met die Isa. Hallo Isa. Om de dracht van Bloes een beetje te kunnen volgen, hebben we altijd een geseelde document liggen. Waarop te zien is hoe ver de dracht steeds is. Kijk, zo ligt het veulen bij. 150 dagen, 180, 240. En hier bij 270 en 320. En daar zal het veuletje van Bloes nu zo'n beetje tussenin zitten. Kijk hier nog hoe zo'n veulen eruit komt. En we houden al heel lang, nou ja, niet lang, ongeveer nu een maand, hebben we deze namenlijst hangen. Er staan hele leuke namen bij. Misschien wel een van jou. Die je hebt opgeschreven. Nou, dat wordt nog moeilijk kiezen wanneer het dan eindelijk zover is.